Waterstofwagen. Gaat lukken. Ja, beste. Dag. Dankjewel. We gaan meteen door en het volgende wat we gaan doen is een beetje een technisch huzarenstukje. Want we gaan proberen om een Zoom-sessie met Paul Suikerbuik te realiseren. We zijn de connectie nu aan het leggen. En dus eigenlijk tussen de live-conferentie zoals we hem hier hebben en de volledig digitale achtergrond die ik daar al zie. Ik ga zelf even van positie wijzigen. Ik kijk even naar de cameramensen om te zien dat allemaal goed loopt. Dus ik zou zeggen, ik vraag even confirmatie. Is het goed als ik hier zo blijf staan? Prima, oké. Nou, gaan we zo door. Paul, ik kan jou al zien. Jij bent adviseur data bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik ken jou al heel veel jaren vanuit de Open Data Beweging, waarbij je het Rijk en andere overheidsinstanties hebt geholpen om de kracht van Open Data tot in de organisatie door te trekken. Ja. Jij gaat het nu hebben over de benodigde data voor de gemeente, het beheer van data. En tijdens de voorbereiding heb je hele mooie dashboards getoond. Dus ik zou zeggen, daar kijken we allemaal naar uit om te zien hoe dat er hier gaat uitzien. Ja. Paul, jouw shirt geeft data-driven mee, data-gedreven. Zo ken ik jou ook, dus ik kijk uit naar deze presentatie. Data gebruik bij het formuleren van je transitievisie warmte. Ja, dankjewel, Toon. Ik ga ervan uit dat ik hoorbaar ben. Ja. Klopt. Ja, okay. Fantastisch. Nou ja, om te beginnen even excuses dat ik niet bij je ben, dat ik niet naast je sta, Toon. Maar dat zou je ook helemaal niet willen, want ik heb sinds gisteren een flinke snotneus en niezen en dat soort dingen. Dus ik heb me aangemeld voor een coronatest. Die ga ik morgen om 13:39 ondergaan. Dat was niet eenvoudig aanmelden, et cetera. Maar ik ben de procedures doorgekomen in ieder geval. Dus, jij wordt binnenkort zelf ook een data-element in een grotere dataset. Ik hoop dat het een negatieve wordt voor jou. Maar we danken alle sprekers ook. Dat was ook een van de instructies die we hadden meegegeven. Als je symptomen hebt of krijgt, kom niet hier naartoe. En de techniek is gelukkig met ons mee en laat dit toe. Dus Paul, je bent in goed genoeg gezondheid om ons te verblijden met jouw dataverhaal. Dus go ahead. Ja. Nou, is er één klein dingetje is dat ik heel graag een presentatie zou willen laten zien, maar dan moet iemand mij toestaan dat ik mijn presentatie in mijn scherm deel. En dat is... Ik kijk even naar de techniektafel en ik vraag dat daar... Kan jij zeggen welke persoon dat moet doen? Ik denk dat José Smedeman dat moet doen. Marie-José of Sjoerd, kunnen jullie snel die toegang regelen alsjeblieft? En dan, terwijl zij dat doen, ga ik jou toch al... Ik weet dat, ja, kijk eens aan, we zien hier zelfs op het scherm. Je krijgt nu more en iedereen kan meekijken. Ik maak hem maar ineens de host, dan huppakee, dat komt goed. Dan kunnen we jouw presentatie zien. Dankjewel, Paul. Ik ben co-host nu, ja. Kijk eens aan. Ik kan wat gaan delen. Ja, prima. Ik ga een presentatie delen. Ik neem aan dat de presentatie nu in beeld is. We zien jou met en zonder baard. Ja, dat is even iets heel kort wilde ik jullie even meenemen. Een stukje in mijn ontwikkeling, zeg maar, is van praten over data naar werken met data. Ik heb heel lang voor het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt en mij daar heel druk gemaakt over het dataportaal van de Nederlandse overheid. Nou, die website die zie je hier, data.overheid.nl. Daar ken ik Toon ook al van in het verleden, dat wij ook onze zuiderburen hebben gestimuleerd om een net zo'n mooi portaal te maken. En volgens mij gaat dat best goed in België op dit moment. Dus hartstikke mooi. Goed, wel van praten over data naar werken met data. In de rol die ik had bij Binnenlandse Zaken was het heel erg dat ik inderdaad iedereen aan het vertellen was dat het zo'n goed idee was om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken met data. En maar het echt doen, dat bleek wel een issue. Is nog steeds een issue. Een artikeltje wat ik gisteren tegenkwam in Binnenlands Bestuur, een Nederlands blaadje, over overheidszaken, dichte kloof tussen data-analyst en beleidsmedewerker. Dus het werken met data is nog steeds een ding wat op beleidsniveau nog niet goed opgepakt wordt, wat lastig is. En ook de illusie dat er allerlei data-analysten nodig zijn, de data scientists nodig zijn om met data aan de slag te gaan, dat is een lastig gat om te dichten en daar hebben we echt nog werk te doen. Maar het aanpakken met een maatschappelijk vraagstuk maakt het wel makkelijker om te... Dan wordt het beter pakbaar, dan wordt het eenvoudiger om te doen. Het is wel zo dat je daarin moet verdiepen. Ik merkte zelf heel erg toen ik met energietransitie aan de slag ging, dat ik er dat ik het een heel lastig onderwerp vond. Want ik had wel zoiets van, joh, kom erop met je vragen over data. Nou, en niemand had vragen.
Dus ik moest echt mijzelf verdiepen in de energietransitie om een goed gesprek te kunnen voeren met mensen die met data bezig zijn, of met de energietransitie bezig zijn. Ik kan me nog een bijeenkomst herinneren waar dat ik zelfs beschuldigd werd van het zaaien van verwarring toen ik het over energietransitie had. En dat bleek eigenlijk dat ik het ook nog niet zo heel goed begrepen had. Maar inmiddels krijg ik steeds meer te horen van nee, ja, oké, je begrijpt het toch wel. Dus nou, er is hoop. Het voordeel van het geven van, het nadeel is dus dat je niet van het geven van een presentatie op deze manier, is dat je dus niet direct contact kunt krijgen met het publiek, waardoor de interactie wat lastiger is. Maar de interactie zal via de chat gaan, dus als daar mensen vragen, opmerkingen hebben, er zit een beetje vertraging op voor ik het doorkrijg, maar die vragen die stuur ik naar je door via de microfoon. Ik zie jouw tweede deel ook al staan, de URL daar voor de... Klopt. Nou, ik wil jullie eigenlijk een presentatie in drie smaken aanbieden. Ten eerste kun je gewoon de presentatie volgen zoals ik nu het verhaal vertel en de slides laat zien. Ten tweede kun je alvast rond gaan kijken in de data viewer. En dat is iets waar ik naartoe ga gedurende mijn presentatie. Maar alles wat ik nu vertel is een opmaat naar de data viewer. En die is te vinden op tvw.commondatafactory.nl. Die URL, het zou fijn zijn als die URL ook ergens in de chat gezet kan worden als antwoord door jullie. Ze staan ook in de LinkedIn-groep. Klopt. Dus dat zou alvast kunnen. De derde optie die ik aanbied is om alvast met de data viewer aan de slag te gaan. En de gemeente Geldermalsen, waarvan ik een kaart heb gemaakt in de Miro viewer. Alvast even wat opmerkingen te maken op die kaart van Geldermalsen die je terug kunt vinden in de Miro viewer. En ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Okay. Dit is dus de datavoorziening waar ik naartoe ga. Dit is het Miro board. Dan zie je in het midden zie je Geldermalsen. Probeer maar eens even wat dingen terug te vinden in de data viewer en in Geldermalsen op de kaart te krijgen. Ik geef nog even mee voor jou dat we dat allebei, dat in de LinkedIn groep die links daar ook posten, zodanig dat als iemand verloren is of niet snel heeft kunnen doortypen van op het scherm van de presentatie, kunnen ze daar ook terugvinden. Super, ja. Nou, mocht er verwarring ontstaan bij de kijkers, dan is dat ook de bedoeling. Want het onderwerp data en energietransitie is ook een verwarrend onderwerp. Het is ook heel veel. Het begon eigenlijk relatief eenvoudig. Hè? Toen dat gasnet ooit aangelegd werd, was de reclameleus als volgt. Hè? Dit is een artikel in de Telegraaf. Hè? De aardgasbelofte voor de huisvrouw. 1963, hè? Toen waren er nog seksistische headlines, die gingen er nog vlot door. Toen mocht dat nog. Hè. Het is ook echt met uitdrukkelijke verwijzing inderdaad naar een artikel uit 1963. Dank Toon daarvoor in ieder geval. Hè, maar lage aanschaffingskosten, geen kolenopbergplaatsen en een echte schoorsteen is overbodig. Nou, ik was onder indruk van dit soort opmerkingen. Dat kon ook relatief eenvoudig, omdat er heel veel huizen gebouwd werden. Er was veel naoorlogse bouw, nieuwbouw, aanleg van gas was eigenlijk op dat moment wat eenvoudig. Die gasnetten liggen ook niet zo diep in de grond, dus wat dat betreft was dat eigenlijk allemaal relatief eenvoudig. De voordelen waren groot. Ja, en nu zitten we eigenlijk in die omgekeerde wereld. En dan als ik even mag onderbreken met zo'n live vraag. Ja. Ik weet dat het gasnet op een heel korte periode is gelegd. Hè? Dat is iets waar we nu vandaag tegenaan lopen. Ja, het gaat 10, 20 jaar duren. Op hoeveel jaar is het grootste deel van het Nederlandse gasnet geïnstalleerd? Uiteindelijk is als laatste eiland Ameland aangesloten. Dat was ergens in de jaren 80. Dat noemen we een edge case. Hè? Die laten we even buiten beschouwing. Sorry voor de Amelanders. Maar mainland Nederland, wat kan je daarover zeggen? Ja, een periode van 5 à 10 jaar is er ontzettend veel gebeurd op dat vlak. Hè? Dus wat dat betreft is het echt... Maar ja, vanwege die voordelen voor... De huisvrouw, heeft dat toch die vaart kunnen nemen. Nu zitten we eigenlijk een beetje in de omgekeerde wereld. Hè. We moeten dat weer om gaan draaien. Nou, waar loop je dan tegenaan? Ik heb hier even een voorbeeld straat in mijn woonplaats Dordrecht genomen. De Bilitonstraat, Keurgestraat. Huizen zijn gebouwd rond 1931, meen ik. Zien al die huizen, die zien er heel mooi uit, prachtig, allemaal hetzelfde. Hè? Dus hoe moeilijk kan het zijn om hier van het gas af te gaan? Nou,
Ik denk, zodra je de voordeur open doet, ik weet het wel zeker, zodra je de voordeur open doet, dan zie je dat ieder huis zal een andere vorm van verwarming hebben. Het aandeel huizen wat hier nog staat met een gaskacheltje, dat zal heel klein zijn. Maar de meeste zullen al wel omgezet zijn naar een centrale verwarmingsinstallatie. Maar ja, de ene hangt in de ene CV-installatie hangt in de schuur, op zolder, overal. Dus er is, de buitenkant lijkt gelijk, maar aan de binnenkant is echt alles anders. Dat betekent dus ook dat als je een alternatieve verwarmingsbron daar naar binnen wil brengen, dat dat ook gewoon ontzettend veel verschillende manieren zal krijgen om daar vorm aan te geven. Maar dat is wel het vraagstuk waar gemeentes voor staan. En daarom maakt VNG, dus op dit moment ook het dashboard, de data viewer, zijn we aan het maken om delen van dit vraagstuk op te kunnen pakken. Maar er zijn ook veel meer problemen. Daarnet kwam eigenlijk al even die vraag voorbij van hoe ga je met de natuur om? De natuur gaat met ons om, zou ik maar zeggen. Die laat het gewoon regenen op plekken waar je dit soort situaties. En zo'n overstroming leidt ertoe dat er wellicht wel een motivatie gaat ontstaan om toch maar eens te gaan kijken van kunnen we onze ruimtelijke omgeving aanpakken en gaan verbouwen. Kunnen we daarmee al stappen gaan zetten? En kun je dan niet in één keer toch de verbouwing van Nederland in gang zetten? Want er zijn meerdere dimensies waar langs dit soort dingen gelegd moeten worden. Maar je ziet hier eigenlijk ook al een vraagstuk, een probleem. Ook hier zie je dus een vorm van data, het actueel hoogtebestand Nederland. Daar weten we prima van. Dan kunnen we prima uitrekenen welke plekken in Nederland gewoon last hebben van hoogwater op welk moment. En dat zou zomaar eens een locatie kunnen zijn waar je koppelkansen ziet om de straat aan te pakken, tegelijkertijd een warmtenet aan te leggen of een andere bron van verwarming of het elektriciteitsnet te verzwaren, maar net wat aan de orde is. Overigens wat interessant is dat je hier natuurlijk ook al bomen en zonnepanelen ziet. Die twee die staan elkaar ook wel eens in de weg, want heb je net daar keurig zonnepanelen op je dak gelegd. En staat er een boom voor het huis wat het rendement van je zonnepanelen omlaag brengt, dan zie je eigenlijk al dat mensen daar wel zouden kunnen zeggen, joh, doe die boom maar even om. Maar dat zou er ook toe kunnen leiden dat het zo warm wordt in huis dat je een airconditioning aan moet leggen. En dat sluit mooi aan bij wat Mike van der Geld bij de intro zei, dat ze ook meten hoeveel blad er is en wat daar dan de heat verminderende factor van kan zijn in steden en CO2-omzetting. Ik weet dat ik jou mag onderbreken, Paul, dus ik heb een vraag van Willy Beritsen. Gemeentes zijn eigenaar van de publieke laadpaalinfrastructuur. Ja. Waarom mogen zij niet over de data van deze infra beschikken? Kan dit open data worden? Ja, dat zou een vraag zijn die aan de autoriteit consumentenmarkt gesteld moet worden. Want daar zie je een hele duidelijke afscherming in dit soort gegevens. Exclusiviteit van het leveren van energie op straat is voorbehouden aan marktpartijen. En dat leidt er dus wel eens toe dat wij niet de beschikking hebben als gemeente over de data die je eigenlijk zou willen hebben. Als we daar onze achtergrond mogen gebruiken, Paul, van de open data beweging aan alle beleidsmakers, dat zijn exclusieve concessies die je voor x jaar geeft. Het zijn hele kleine clausules in je beheersovereenkomst om op te nemen wat je daarin geanonimiseerd gaat delen. Dus vergeet dat niet bij het afsluiten van die concessies. Kan je ze herroepen, kan je dat als clausule toevoegen. Die laadpaalinfrastructuurbeheerders die komen met heel veel vragen voor extra capaciteit. Dus het is het moment om die clausules erin te steken. Waarvoor dank. Ja. Nou ja, dat zie je constant terug. Hè? Dat data rond energievraagstukken is constant een afweging tussen persoonsgebonden data. Bijvoorbeeld op welke plekken zitten aardgasaansluitingen en wat is het verbruik aan aardgas. We willen heel graag weten waar wordt aardgas alleen maar gebruikt voor kookgas bijvoorbeeld. Want als er alleen maar kookgas is, dan is een verzwaring van het elektriciteitsnet in relatie en het aanbrengen van elektrische kookapparaten is gewoon goed te doen. Daar zijn weinig investeringen voor nodig. Maar ja, we weten gewoon als gemeente op dit moment niet op welke plekken dat er sprake is van alleen kookgas, verwarmingsgas of überhaupt een gasaansluiting. Dat zijn gegevens die dus verklaard zijn als zijn een persoonsgegeven en lastig te gebruiken en hergebruiken. Hoewel, even opjagen, Paul, we hebben nog 5 minuten dus, om het programma te blijven. Dus zet even door met de mooie visualizations waar je al mee begonnen was. Er is data van mensen. Dus mensen wonen in al die huizen en die hebben geld of geen geld, inkomensverdelingen.
Er zijn aspecten, nou ja, die bomen en zonnepanelen zijn al even aan de orde geweest. Een aspect als gespikkeld bezit, hè, van wie is nou welk huis, hè, op welke locatie is een vraagstuk. De bodem, hè, we zien hem niet, hè, maar wat er allemaal in de grond zit is immens. Hè, en dan heb ik hier even ook gekeken naar de diepere ondergrond. Maar hier zie je eigenlijk al warmteopslag, et cetera. Maar wat ook speelt natuurlijk en wat nog eigenlijk veel handiger en belangrijker is. Kijk eens naar zo'n straat. Is die breed genoeg voor de aanleg van warmtenetten? Die bomen die er staan, die zijn hartstikke mooi. Maar als er wortels onder zitten, en dat zitten er onder bomen, dan heb je al een probleem met het graven, et cetera. Dus, nou, en alles wat je hierin terugziet in zo'n plaatje, kijk naar zo'n plaatje met een databril op. En je weet dus dat er in die huizen allerlei verschillende soorten aansluitingen zijn. Je weet dat er in de ondergrond allerlei buizen, leidingen, riolen zitten, et cetera. Dus graven, is de straat breed genoeg? Nou, dat is allemaal data, hè, waarover we de beschikking hebben. Een groot deel vanuit open databronnen, gelukkig. He, dus het heeft echt nut gehad om die data beschikbaar te stellen. He, dus grotendeels vanuit databronnen kunnen we dat achterhalen. En dat hebben we dan bij elkaar gebracht in de datavoorziening. Nou, daar kunnen we even naartoe overschakelen. Even kijken. Zien jullie de... We zien nu demotijd. Ah, jullie zien demotijd. Wacht even, dan moet ik even stoppen met sharen en een browser tevoorschijn met ons toveren, ja, met ons delen. En daarin. Ja. Jullie zien nu de datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving. Ja. Gaat nog een wat sexier naam krijgen. Maar goed, vooralsnog heeft hij even deze naam. En ik ga in de beperkte tijd die mij nog rest één ding er even uit filteren. En dat is, ik ga even kijken naar bouwjaar. En ik pak mijn eigen woonplaats erbij. En kijk gerust in deze viewer rond, hè, wat dat betreft, pak een beet, kijken naar, et cetera. Wat heel interessant is, bouwjaar. En dan zie je, als we wat verder inzoomen, zie je met een mooie kleurenbalkje hieronder, zie je daar allerlei kleurtjes voor panden en leeftijden. Maar eigenlijk is dit heel verwarrend, eigenlijk is dit heel lastig, want ja, waar moet je nou beginnen? Dus we hebben iets heel eenvoudigs gedaan. We hebben gewoon een indeling van bouwjaar op categorie gemaakt. En dan wordt die veel eenvoudiger en relevanter voor de energietransitie. En dan zie je hier dat we een indeling hebben gemaakt voor gebouwen na 1995, 1995 tot nu. Waarom is dat relevant? Omdat het bouwbesluit vanaf die tijd is aangepast op zodanige manier dat isolatie in panden goed geregeld is, et cetera. Nou, de categorie 1945-1995, naoorlogse bouw, is vaak eenvormig. Dat soort straat die ik net heb laten zien, is vaak eenvormig, waardoor het treffen van maatregelen en isolatie wat eenvoudiger is en collectiever aangepakt kan worden. De periode van 1900 tot en met 1945, dat is een wat donkere kleur, bijvoorbeeld dat zie je hier terugkomen. Dat zijn panden uit 1922. Dat is al een stuk lastiger, daar zit vaak al geen eenvormigheid in. Is lastiger om te isoleren, vaak nog enkel glas. Ook wel panden die dus nog geen historische waarde hebben. Dus daar is heel erg de vraag van, wat moet je daar nou precies mee? En dan de periode 1000 tot en met 1900. Ja, vanaf 1000 alles tot en met, maar goed, voor 1000 staat er niet zo gek veel. Dan ga je echt naar het binnencentrum, de binnenstad van Dordrecht. En dan vind je hier panden uit 1882. Nou, dat is allemaal historisch stadsbeeld. Kun je eigenlijk heel weinig mee qua isolatie. Want zodra je er ook maar een dubbel glas in wil zetten, dan heb je al direct een probleem met allerlei welstandscommissies, et cetera. Dus isolatie en het doorvoeren van de energietransitie in de binnenwijken van de stad is al heel lastig. Nou, ik heb hiermee een hele korte doorsnede gegeven van wat de mogelijkheden zijn van de viewer. Ook welke datavraag dat er is bij gemeentes en hoe dat we gemeentes kunnen helpen met deze viewer.
Ik kan misschien nog even meegeven als jaloerse Belg, want we hebben ooit wel eens de derby der lage landen van Open Data gespeeld. Het kadaster bij jullie, en dat is niet te onderschatten, is een open databron. In België ja. niet. Dat geeft Nederland het voordeel dat jullie de gegevens kunnen koppelen van individueel ja. gebruik op een kadastrale eenheid met energieleveranciers. Ja? Dus dat is ja. echt iets wat jullie goed hebben gedaan. In België wordt om een of andere reden als een enorm privacygevoelig gegeven gezien, de kadastrale eigendomsinformatie, en daar zijn jullie in Nederland, ik zou zeggen, bijna ja, calvinistisch open in, van wie is eigenaar, sinds wanneer, hoeveel hypotheek ja. staat er open enzovoort. Dat is ondenkbaar in België. Dus geeft ook aan dat er een heel cultureel element is bij open data, en ja. Hoe dat in je voor- en nadeel kan spelen als overheid om met die datasets om te gaan. Ja. Vind je het nog heel goed als ik even een blik werp op het Miro-board? Je krijgt 3 minuten, en dan gaan we naar de volgende spreker. Dus ik laat jou zelf de tijd in de gaten houden. Nou ja, eigenlijk de blik die ik werp is even kijken of dat men iets ingevuld heeft hier. En ik zie dat er mensen inderdaad al gekeken hebben. Hier heeft iemand geconcludeerd vierkante meter en kubieke meter gasverbruik is hoog. In dit gedeelte, dat klopt, is het oude stadscentrum van Geldermalsen. En er zijn een paar vragen opgehaald. Even kijken hoor. Wat zou je nog meer graag kunnen vinden? Een funderingslabel voor bepaalde alternatieven. Ja, interessante vraag. Zijn we mee bezig met funderingsinformatie? Okay. Dus die. En hier hebben een aantal mensen zich voorgesteld die later wellicht nog mee willen of kunnen gaan werken. Okay. Dank daarvoor. Het blijft openstaan. He, dus als je later nog denkt van, hey, ik vind het interessant om deel te nemen, laat je naam achter. Of ik vind het interessant om nog eens even rond te neuzen in Geldermalsen met de tool in de hand en aan te geven, joh, ik mis dit of ik mis dat. Maak gebruik van het Miro-board. Des te meer informatie wij ophalen, des te meer dat wij nog de data kunnen klaarzetten voor gemeentes om te gebruiken in de energietransitie. Nou, dankjewel Paul. Er zijn geen verdere vragen meer. En ook om de agenda te respecteren, gaan we over naar de volgende spreker. Ik ben heel blij dat het technisch goed is gelopen. Veel beterschap. Ja. Ik wens jou een negatief testresultaat toe. En wij gaan door met de volgende spreekster. Dankjewel. Super. Dankjewel. Dag.